komen we ook bij de tweede vraag. Hoe goed kennen we elkaar eigenlijk? Nou, ik heb het maar bij de jongeren gehouden. Hè? Als het over het geloof gaat, geef aan wat je hierbij moeilijk vindt en hoe je elkaar, als het hierover gaat, beter zou kunnen leren kennen. Nou, ik kom niet uit Lunteren, dus ik kan niet over de Lunterse situatie praten. Maar bij de vraag beantwoorden hadden wij al onze jongeren er afgestreept, zeg maar. Omdat, ja, als gemeente, bij een hele gemeente, niet alleen onze mensen ook zei. Ja, bij ons, wat wij zojuist in de groep hadden gezegd, is dat je het bijna onmogelijk is inderdaad om iedereen op een heel persoonlijk wel diep niveau te kennen. Maar als je nou persoonlijkheid in mijn gemeente, dat we bijbelkringen hebben en dat je elke 103 weken in een kleine bijbelkring bij elkaar bent, waar je de mensen heel persoonlijk leert kennen en ook heel diep in hun eigen geloofsleven of hun eigen twijfels en onzekerheden. En dat je elkaar om de 3 weken dan zo ziet en ook tussendoor, als ik een e-mail of wat dan ook, elkaar spreekt, ja, dat je dan elkaar best heel goed leert kennen, ook in je hoogte- en dieptepunten, zeg maar. Ja. En dat je elkaar op de hand en de voet kan zijn. Dus ik denk dat het heel belangrijk is, hoe grote gemeente het ook is. Kijk, wij hebben maar een klein gemeente, maar als een grote gemeente kan het net zo zijn dat je in kleine groepjes onderverdeeld bent. Ja. Dus ja, dat is goed, het moeilijke. Zeker als je in een nieuwe gemeente komt, is het denk ik vaak het moeilijk om, hoe kom je erbij? Hoe kom je nou binnen die gemeente? Hoe raak je er nou bij betrokken? Maar ik denk toch dat voor iedereen heel persoonlijk dat je gewoon actief bij betrokken moet zijn om zelf de eerste stap te zetten ook vaak. Om, ja, om een vereniging te zijn of bij iets aan te sluiten. Ja, het kan wel moeilijk zijn, maar toch op die manier kun je toch contact krijgen. Ja. Dank. We gaan vanavond het probleem van grote kerk ook niet oplossen. Daarom ben ik blij dat je het positieve benadrukt in de bestaande situatie, welke gemeente het dan ook is. Als het boven de 500-600 mensen is, dan is het onmogelijk. Maar dat is ook in een gemeente van 350 al bijna niet te doen met onze drukke agenda's. Om elkaar zo te kennen zoals bijvoorbeeld een man en een vrouw elkaar kennen. Hè? Terwijl bijna de liefde van Christus ons die kant op zou moeten laten gaan. Dan is het ook heel praktisch om wel met dat deel van de gemeente waar je volgens de structuur van een bijbelkringrooster elkaar ontmoet. En dat je juist als het woord opengaat, of als er gepreekt is, elkaar in het hart kijkt wat het je heeft gedaan. En elkaar bemoedigt, maar ook elkaar vermaant. Moeilijk is inderdaad als je nieuw in een gemeente komt, zeker in een grote gemeente. Ik merk wel dat daar steeds meer oog voor is en dat er ook in veel gemeentes mensen met elkaar hebben afgesproken van hou het in de gaten. Of er nieuwe mensen zijn, spreek ze aan. Maar ik heb het ook hier gehoord, toen wij hier nog woonden, hoorde ik van iemand die zei, ik ben daar maar mee opgehouden. Want ik dacht het ook goed te doen naar aanleiding van een oproep van iemand van, joh, spreek eens iemand aan die je niet kent. En toen sprak ik iemand aan en die bleek er al 2 jaar lid te zijn. Dat kan. Zo gaat het soms in de praktijk. Het gaat ook niet zozeer om het kennen van alle ins en outs, maar wel de kern. Hoe kun je voor elkaar bidden als je niet weet waarvoor? En dan heb ik het echt over het geestelijke aspect, hè? Ik vroeg mij af, is het vreemd dat wij in onze gemeentes hier een probleem mee hebben om elkaar goed te kennen als mannen en vrouwen in het huwelijk niet eens over geestelijke dingen kunnen durven spreken? Is het vreemd dat jij het moeilijk vindt om met je vragen naar je predikant te gaan of naar de wijkoudeling als je er thuis niet aan gewend bent geraakt, dat het heel normaal is dat je bespreekt met elkaar wat er in je hart leeft, ook over geestelijke dingen? Daar ga ik vanavond niet te diep op in, maar ik denk dat dat een hele belangrijke achterliggende oorzaak is. En wat krijg je dan vaak? Ja, dat zijn wij niet gewend. Ja, daar praat je niet over, dat is persoonlijk. En dan weet ik wel, Lunteren is geen schone woed, dat is zo. Dat is echt een stukje meer naar het westen, daar ben ik achter gekomen. Maar
Als we kijken naar die eerste christengemeente in Handelingen 2, als we letten op hoe concreet Petrus, Jacobus, Johannes in hun brieven Paulus de gemeente aanspreken, ook de lastige dingen noemen, maar ook vanuit het hart. Paulus weet exact waar ze mee worstelen. En niet alleen maar de vragen rondom de toe-eigening van het heil, maar ook de vragen over hoe ga je als man en vrouw in het huwelijk nu met elkaar om? Hoe ga je nou om met iemand waarvan je weet, die heeft belijdenis gedaan met zijn hart. Die volgt de Heer, maar hij is gevallen in zonde. En ik weet het. Ik heb hem betrapt. Hoe ga ik daarmee om? Galaten 6. Nou, dat soort praktische dingen kunnen wij niet van zeggen, dat zijn we niet gewend. We zijn het afgeleerd. En dan is het heel belangrijk dat je ook dat vanavond probeert mee te nemen. Probeer er één punt uit te pakken. Wij zijn aan elkaar gegeven. En als je werkelijk deelt in het verzoenende werk van God in de Heer Jezus Christus, dan mag je daar ook in vertrouwen, na Pinksteren, in gebed om de Heilige Geest, vervuld van Hem, elkaar opzoeken, elkaar bemoedigen, elkaar bevragen. Ik kom daar straks nog even op terug als het gaat over de breking van het brood. Maar het valt mij op dat doorgaans bij het heilig avondmaal, als de beker doorgaat en de schaal met het gebroken brood, dit gebaar wordt gemaakt. En niet met een blik van herkenning. Alsjeblieft, broeder. Alsjeblieft, zuster. Alleen vanwege hem, hè. Dat je elkaar kent. Ik heb dat hier in Lunteren meegemaakt. Dat je gewoon mensen zag meezuchten en meebidden. En als het ware helemaal braken als er iemand aanging waar ze zo betrokken op waren. Waar ze gesprekken mee hadden gehad. Waar ze samen mee gebeden hadden. Dat iemand tot de ruimte komt en aangaat. Dat. En niet bij de koffie. Volgens mij was het voor het eerst. Nee hoor, nee. Ging de vorige keer ook al. Oh, nou, dat kan een keer gebeuren. Maar die betrokkenheid. Maar dan moet je elkaar wel kennen. Dan kijk je eens om je heen. Zo groot is de groep niet, toch? Denk eens aan, wat zou de dominee nou eigenlijk van mij weten? Ja, dat is een grote gemeente. Ja, dat is waar. Maar de categorisatiegroepen zijn wat verkleind. Kijk, broeders Post, die hebben het makkelijk. Ja, en dat helpt jullie pa om ook zo te preken dat de vragen van de jongeren ter sprake worden gebracht. Maar datzelfde geldt voor, het zou me niet verbazen als er hier een aantal zijn die zeggen, ik weet niet, eigenlijk niet eens precies, als je me nou meteen vraagt wie mijn wijkoudeling is. Van God gegeven opziener om ook jou te leiden. Jeugdhoudeling. Nou, we moeten elkaar wel kennen en dat komt van twee kanten. Als je vragen hebt, of als je denkt, ik voel me niet herkend, ik hoop tenminste dat dat in Schone Woed zo is. Als het maar even kan, roep ik dat tegen jongeren. Als je de preek niet begrijpt, of je denkt van 90% gaat over dingen die helemaal niet mijn leven zijn, kom het alsjeblieft vertellen. Vertel het, de predikant. Als je elkaar niet kent, als het over geestelijke dingen gaat, is het soms ook heel moeilijk om elkaar te leiden. Goed, we delen alles op Facebook. Maar in de gemeente van Christus deel je werkelijk alles. Daar wil ik straks met jullie na de pauze over nadenken. Aan de hand van Handelingen 2. En ik wil ook graag met jullie het hebben over de algemeen christelijke kerk. En dan komen we bij het punt wat Henry al even heeft aangesneden. Namelijk dat die kerk veel breder is dan Hersteld Hervormde Kerk. Dat die kerk ook veel breder is dan de Nederlandse cultuur.